Welkom en fijn dat u weer kijkt naar de Hofstreek Omroep. Vandaag in de uitzending kunt u gaan kijken naar de regen. Hoe ligt die er nu bij? Dan hebben we nog het G-team die op bezoek is bij FC Twente. Riks Bloemetje. Ik ga in gesprek met Rutte Veldhuis, de kersverse directeur van de Regenhof. En het Big Band Festival. Maar nu eerst gaan we even terug naar 4 mei. Een herdenking op de Algemene Begraafplaats in Marklo. Namens de gemeente Hof van Twente mag ik u allemaal heel erg welkom heten op dit ereveld op de begraafplaats in Marklo. Het is de stichting Fallen Airmen Memorial gelukt onder leiding van Benny Schreurs om van dit veld een heel waardevol herdenkingsveldje te maken. Vandaag zijn ook de graven weer voorzien van foto's. En zo ziet u, het zijn niet alleen namen. Het zijn namen van jonge mannen. En zij hebben hun leven gegeven opdat wij hier allemaal in vrijheid nog steeds aanwezig kunnen zijn. Graag wil ik de organisatoren van deze toch wel heel bijzondere herdenking danken voor de uitnodiging. Voor het eerst vindt de plaatselijke 4 mei herdenking plaats op dit ereveld te midden van de oorlogsgraven. De leerlingen van de Markeloze basisscholen hebben op 8 april, de dag van de bevrijding van Markelo, bloemen gelegd bij deze graven en bij het monument op het Beaufortplein. Laten we vandaag, 4 mei 2014, ook stilstaan bij al die mensen die slechts kunnen dromen van een leven aan de grenzen. Alleen daardoor is het mogelijk met zoveel mensen samen te leven in vrijheid. En dan kunt u nu gaan kijken naar een muzikale impressie van het Big Band Festival gehouden in het centrum van Goor. Thank you.
sollicitatie voor de organisatie. Komt er eens niet meer, kind. Hier, grijs even in de tuk. Daar zit je voor, hè. Zoals
Zoals gezegd, bij mij in de studio is de gast Ruud de Veldhuis, directeur van Theater de Reghof. Verenigingsgebouw. Verenigingsgebouw? Graag. Leg even uit. Nou, het gebouw is ooit als verenigingsgebouw er neergezet. Nog steeds in de volksmond het VEC genoemd. En ik, iedereen die ik spreek, zou ik toch wel willen zeggen van, nou, voor mij is het gewoon de Reghof. En heeft een podium, maar is ook vooral voor de gebruikers, voor de verenigingen die hier wekelijks komen. De muziekschool, maar ook de tv, de radio en het ROC. Iedereen die gebruik maakt van de Reghof, maakt gebruik van de Reghof. En what's in the name, de Reghof. En dat kan het filmhuis zijn en dat kan een leuke avond theater zijn. De hofactiviteiten of geweldig zoals gisteravond Titus Goors, Buurderozen. Ja, want het is een multifunctioneel gebouw. Ja. Dus niet alleen het theater, dat is toch wel even belangrijk denk ik om te noemen. Ja. Dus echt ook voor de verenigingen die ook hier naar binnen kunnen. Ja, wij verhuren natuurlijk wekelijks. We zijn, als je kijkt naar de bezettingsgraad, dan zijn we bijna iedere avond vol qua zalen. En dat maakt het ook dat het levendig is. En dat pleiten we natuurlijk ook voor. Daar zetten we alles op in om dat ook zo te houden. Want dat is voor de leefbaarheid van in eerste instantie Goor. En in tweede instantie natuurlijk bovenlokaal, hè, de Hof. Ook van belang dat we hier een gebouw hebben dat in geen enkele andere kern staat. Maar ook iets meer kan bieden dan de gebouwen, de accommodaties die in de kernen staat. Maar in eerste instantie voor mij is het, ik zeg altijd, je kunt 10 keer Joep van het Hek niet hebben. Maar aan de avond staat Apollo er wel weer. Ja. En daar zijn we er in eerste instantie voor. En zo voel ik dat ook. Ja. Anders had ik de klus niet gepakt. Nee, want ik ben nu eigenlijk wel benieuwd. Wat wil jij dan nu gaan aanpakken met dit, met de Reghof eigenlijk? Ja, kijk, wat ik belangrijk vind, en dat heb ik ook tegen het personeel gezegd. Ik ben blij dat er na 15 jaar weer een Goorse directeur is. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat het laagdrempelig is, herkenbaar. Mensen je aanspreken en zeggen van, nou, snap wat er gebeurt. En ook meenemen. En in de tweede instantie vind ik ook dat de Reghof weer de bordjes wat mag verhangen. In de zin van, jongens luister, we moeten ook zelf ondernemend zijn. Zelf dingen bedenken. Big Band Festival is daar een voorbeeld van. Ja, een prachtig festival hier in Goor, tweede paasdag. Ja, dan kan het toch niet zijn dat de Reghof gewoon op slot zit. Dus we hebben zelf proactief gezegd, jongen, kunnen we niet wat doen. We hebben een jeugdpodium gecreëerd samen met het Big Band Festival. De organisatie was heel tevreden. Het is hier een leuk druk geweest. Ik ga ervan uit dat soort dingen, dat de moed geeft om zelf proactief cultureel ondernemen. En zorgen dat je met iedereen die hier komt en iedereen die hier gebruik van de Reghof maakt, zorgt dat je de schouders onderzet om wat moois van te maken. Ja, nou, gisteravond zat ik in de zaal bij Titus Goris in dit geval. Van tevoren gaf jij een geweldig mooi pleidooi. Ja. Ook over de Reghof. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, nou ja, dat is mij uit het hart gegrepen. Dat wil zeggen, het was een vrij spontane actie. Normaal gesproken is het niet gebruikt dat je als podium of als Reghof het woord richt tot aan het publiek of tot aan de spelers. Hè, als Apollo hier optreedt of Joep van het Hekman weer eens even te gebruiken als voorbeeld, dan ga je daar niet zelf even staan. Nu heb ik ervoor gekozen om dat wel te doen. In eerste instantie om Dieter Schoors te laten horen dat we heel blij zijn dat zij op zo'n manier hier, die energie. Dus ze zijn woensdag komen ze hier met verhalen en dingen en trots op wat ze allemaal geoefend hebben en bedacht hebben. En ook realiseren, want dat is natuurlijk, iets bedenken is één, maar het realiseren is twee. En dus in eerste instantie naar Dieter Schoors toe, maar in tweede instantie ook naar het publiek. We hebben heel veel bezuinigingen gehad de afgelopen maanden. Zo her en der hebben de mensen dat gelezen in de krant. Maar ja, er zijn rigoureuze maatregelen genomen. Nou, de directeur is weg. Laten we daarop. Dat is voor een organisatie geen kattenpis. We hebben een jaar zonder directeur gezeten. En ik denk dat als wij als Reghof die ambitie die we hebben, of samen met Goor in beeld willen blijven, dat we heel veel mensen nodig hebben die helpen. He, want we kunnen, als de Reghof open moet, dan kost dat geld. Hè? En je ziet dat een organisatie als de Reghof heeft altijd heel veel vrijwilligers gehad. En dat is de laatste jaren wat minder geworden. En we hebben echt weer mensen nodig. Want als je geen personeel hebt en daardoor niet open kunt, dan is het toch heel erg jammer. En of het nou een koffie schenken gaat, garderobe of administratie, techniek,
secretariaat. Nou, kom maar. Ja. Als je door de week, 's ochtends of 's middags of 's avonds, maar ook in het weekend, met techniek natuurlijk, met voorstellingen, zoals bij Dieter Schoorers, dan lopen er ook veel vrijwilligers achter de schermen rond om te helpen. Als nu mensen zitten te kijken en die zeggen van, nou, wij willen heel graag als vrijwilliger aan de gang, waar kunnen mailtje, ze zich terecht? Mailtje bij de Rechthof. We gaan zeker de komende tijd weer ook een actie daarop inzetten. Want ja, ieder vrijwilliger die ons een handje meehelpt, betekent dat wij weer wat minder betaald personeel daarin kunnen zetten en weer wat meer kunnen spreiden. En letterlijk gebeurt nu dat als ik mail van, goh, we zullen dit of dat kunnen doen, dat er vanuit de organisatie wordt gezegd, ja, maar we zitten al in onze uren, of we kunnen niet meer dit, of we kunnen niet meer dat. Nou, daar moeten we natuurlijk vanaf. We moeten zorgen dat we klaarstaan voor iedereen die gebruik wil maken van de Rechthof. En hoe meer mensen de schouders eronder zetten, vele handen maken licht werk. En daar zet ik maar op in. En ook al kom je alleen maar één keer in het jaar met de paardenmarkt helpen, dan ben je voor mij ook al een fantastische vrijwilliger. Ja, dat is toch zo. Ik bedoel, iedereen die doet wat hij kan. En of het nou voor het filmhuis is of voor alle andere activiteiten die we hebben. Ja, als je daarbij betrokken bent en daar het leuk vindt om te doen, kom. En kom natuurlijk ook als bezoeker in de zaal zitten. Maar ja, dat is natuurlijk ook leuk. Ja, want als ik dan even kijk, ook als bezoeker in de zaal, wat staat ons het komende theaterseizoen te wachten? Nou, we hebben flink in moeten leveren. En dat, een theater kost gewoon geld. En als je het over de theater hebt, want daar refereer je aan, natuurlijk de verenigingen gaan door. Top.nl heeft een voorstelling, het Mannenkoor heeft volgend jaar een jubileum. Dus die gaan gewoon door. De hofactiviteiten waar we heel erg trots op zijn, dus een podium zijn voor de verenigingen hier, of het nou hofdance is of hoftalenten. En dan hebben we nog 20, 25 professionele theatervoorstellingen. En daar is de kaartverkoop vorige week van begonnen. We hebben eind april de brochure gehad. Ja, dat loopt heel goed. Dus daar zijn we wel weer blij mee. Ja, zijn naam viel al, Joep, beginnen we zo'n beetje mee in het theaterseizoen. Maar er zijn natuurlijk nog een heleboel andere mooie muziekvoorstellingen. Er zijn mooie staande voorstellingen. We hebben de afgelopen jaren daar ook wel succes mee geboet. Mooie muziek, hè? Motel West Coast, staande zaal, bar in de zaal, biertje erbij. Nou, daar houden ze hier in de buurt wel van. Ja, en dan een goed stukje muziek. Ja, dan betekent het een mooi avondje uit. Ja, dus al met al is het een oproep aan Goor, aan de Hof. Kom allemaal naar de Rechthof. Ja, en help ons mee en doe mee met de Rechthof. En blijf nu niet langer aan de zijlijn staan door te zeggen van, ik vind het duur of ik heb er niks mee. Nou, volgens mij heeft iedereen wat mee. Als je ziet, zoals met het Songfestival, iedereen dan weer helemaal enthousiast wordt. Iedereen heeft wat met muziek. En er is hier altijd iets met muziek te beleven. Of het nou dans is of theater. Ik bedoel, daar is natuurlijk altijd wat te doen. Je kunt ook in de sociale zin met mensen hier ontmoeten. Een dak boven je hoofd, of een kopje koffie en wat gezelligheid vinden natuurlijk. Dat is natuurlijk ook zo als je hier daarnaar op zoek bent. Maar je wordt in ieder geval onthaald en je bent van harte welkom. Kijk, nou, ik denk dat dat een fantastische afsluiting is van dit gesprek. Hebben we genoeg gelachen? Nou, toch? Ja, hè? Dat dacht ik. Ja. Nee, ja, ik wens jou ongelooflijk veel succes met deze nieuwe functie. Bedankt. En ik weet zeker dat het helemaal goed gaat komen. Ja, ik had me heel erg voorgenomen te zeggen geen woorden, maar daden. Laat me eerst maar eens gewoon de daden verrichten. Maar goed, daar horen toch blijkbaar wat woorden bij. Dus ik ben blij dat ik wat heb mogen kunnen zeggen. Goed, bedankt. Ja. Voor de tweede keer heeft Rick Poelman weer iemand verrast met een bloemetje. Wilt u iemand opgeven voor een bloemetje, dan kunt u terecht bij onderstaand e-mailadres. Kijk en geniet van Rick's bloemetje. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Albert Heijn Brandenberg, Mitra Arjan Voortman, Rick's Bloemenshop, allen uit Goor en Masanda Wellness uit Delden. Goedemiddag en welkom bij de tweede aflevering van Rick's Bloemetje. Ik sta hier vandaag bij Mieke Morsing voor de deur, die haar dochter Sandra heeft opgegeven om eens flink in het zonnetje gezet te worden.
We staan hier achter in de tuin bij Mieke Morsink, de trotse moeder van Sandra Morsink. En natuurlijk zijn wij ontzettend benieuwd waarom jij graag je dochter in de bloemetjes wil zetten. Nou, wij willen onze dochter in de bloemetjes zetten, omdat ze een alleenstaande moeder is en best zwaar is in deze tijd. En ik vind dat zij wel een keer een bloemetje verdient. Ze heeft, nadat ze een kleine heeft gekregen, is ze ontslagen. En het is toch best zwaar, vind ik. En daarom vind ik dat zij wel een bloemetje verdient heeft, want ze doet heel goed met de kleine. We zijn er trots op. Ja, ze heeft ook ervaring, heb ik begrepen. Ze heeft bij de kinderopvang gewerkt. Ja, ze heeft bij de kinderopvang in Wierden gewerkt. Is een paar jaar gewerkt. Ging hartstikke goed. Maar ja, helaas, werkloosheid. Moest eruit. Ja, dat is natuurlijk hartstikke lastig. En ze heeft een dochtertje, Jaslyn. Die is nu een half jaar oud. 7 maanden is ze, ja. 7 maanden. En beschrijf het eens, het gevoel als trotse oma eigenlijk. Je bent hartstikke trots op die kleine. En vooral als het heel goed doet. Ja. En ze herkent je goed. Ze weet precies wie je oma is. Ach kijk, dat is wel handig natuurlijk. Ja. Hey, we gaan zo bij Sandra op bezoek. Wat denk je wat haar reactie wordt? Oh, zo. Nou, we staan bij Sandra Morsink in de straat. Dus we gaan eens kijken of ze thuis is. Want we zijn wel toe aan een verrassing nu. Sandra Morsink, goedemiddag. Kijk eens wat ik heb meegenomen voor jou. We zijn van Riks Bloemetje, het programma van Hofstreek TV. Ja. En wij mogen jou een prachtige bos bloemen aanbieden. Dat is wel een heel mooi boeketje. Ja, dat dacht ik ook. En dat is uiteraard, ben je door iemand opgegeven? Heb je enig idee wie dat kan zijn? Nou, ik heb toevallig een vriendin van mij binnen zitten. Nou, raad nog eens. Oh. Geen idee? Nee. Nou, we gaan hem meteen bekendmaken. Dat is namelijk je moeder. Oké. En die gaan we er ook even bij halen natuurlijk. Nu zie je nu de straat inlopen. Och, dat vinden ze leuk, hè? Dat vinden ze. Nou, het is wel de bedoeling dat jij dat natuurlijk ook leuk vindt. Hallo. Ja. Wil jullie binnenkomen trouwens? Ja, dat is wel handig, hè? Ja. Bloemetje voor jou. Ja, dankjewel. Volgens jouw moeder heb je nogal wat meegemaakt de laatste tijd. En dan praat ik over nou, een driekwart jaar geleden tot nu. Mm. En een van de redenen is, heb ik gehoord, dat jij helemaal alleen deze mooie dame aan het opvoeden bent. Hij wou er niks mee te maken hebben. Ja. Nou, dat kun je dan niet voorstellen als je dit zo ziet. Nee. Nee? En daarnaast heb ik ook gehoord natuurlijk dat jij ook je baan bent kwijtgeraakt. Ja. Ja, de kinderopvang. Kinderopvang. Ja, dat loopt gewoon heel slecht. Ja. Dus nu ben ik bezig als gastouder. Ja. Maar dat wil nog niet zo vlotten. Dat vlot nog niet zo? Nee. Maar je hebt wel een standaard aantal uurtjes per week dat jij aan de slag kunt nu? Of? Ik kan ieder moment van de dag aan de slag, ja. Oké. Okay. Nou, gefeliciteerd. Leuk. Ja, alleen moeten de kinderen, moeten de aanmeldingen wel komen. Ja, nou wellicht is dit een goede oproep daarvoor. Je weet maar nooit. Hé, hey, we hebben natuurlijk niet alleen een bosje bloemen meegenomen. We hebben nog meer verrassingen voor jou in petto. De bloemen kreeg je overigens van Rick Flowers. Rick Flowers, die ken je wel. Ja. Reizen en Goor. We hebben hier nog een hele fantastische massagebon van Massanda's Massagesalon in Delden. Oh, lekker. Ja, uurtje genieten. Dat is nooit verkeerd. En daarnaast hebben we ook nog een fijn likeurtje van de Mitra in Goor. Die komt denk ik vast wel. Mag je ook weer aan beginnen. Hè? En daarnaast, hij is bijna te zwaar om te tillen, de boodschappenpakket van de Albert Heijn. Oh, lekker. Ook uit Goor. Dus dat is, zorgt wel voor een paar avondjes flink smullen, denk ik. Dat denk ik dan ook wel. Ja. Dankjewel. Nou, en daarnaast, nog meer verrassingen, het houdt niet op. Hebben we eigenlijk even een laptop klaarstaan. Dus laten we eens even gaan kijken wat we daarop te zien krijgen. Hi, lieve Sandra. Ja, jij denkt, wat is dit nou ineens? Nou, ik spreek namens Mieke, jouw moeder, heel lief van haar, een videoboodschap voor jou in. Dat ben ik nu aan het doen. Want zij schrijft dat jij een moeilijke tijd achter de rug hebt en eigenlijk nog steeds best wel moeilijk hebt met de verzorging van jouw dochtertje, Jaslyn. Dat je zelfs je baan daarvoor hebt moeten opzeggen om weer voor haar te kunnen zorgen. Dat je daarom ook geen tijd hebt om naar bijvoorbeeld optredens van mij te gaan. Dus eigenlijk wil ik via deze weg jou een hart onder de riem steken en een hele dikke gelukskus Wat leuk. Zo, hè? Dat is toch een aangename verrassing? Ja. 10 jaar geleden is hij bij ons op school geweest. Zo. En
toen zijn we een keer naar zijn concert geweest. Ja. Verder, ja. Maar je hebt een heel goede herinnering aan hem. Ja. Ja. Ja, dat was heel leuk toen. Nou, die wordt alleen maar beter nu, denk ik. Dat was een heel leuk filmpje. Ja, hè? Ja. Nou, we hebben helaas niet Sander de Buissonnier geregeld. Maar wel een dame die ontzettend goed kan zingen. En die gaan we er ook even bij halen. Dat is namelijk Sanne Klein-Horsman van The Voice of Holland. Komt uit Goor. En die gaat even een liedje voor jou te horen brengen. Leuk. Dus laten we die er even bij halen. Niemand weet waarom de dag weer nacht wordt. En niemand weet waarom de zon nog schijnt. En niemand weet waarom de kille wind nog van je zou. Maar ik weet dat ik van je hou. En niemand weet waarom de sterren vallen. En niemand weet waarom de dood ons volgt. En niemand weet waarom en mensen slapen in de kou. Maar ik weet dat ik van je hou. Hou me vast, leg mijn hoofd neer op je schouder. Hou me vast, streel me zachtjes door mijn haar. Hou me vast, soms wordt het allemaal eventjes te veel. Maar bij jou zijn is dan alles wat ik wil. En niemand weet waarom geluk soms wegwaait. En niemand weet waarom een bloem verwelt. En niemand weet waarom jij de enige bent die ik vertrouw. Maar ik weet dat ik van je hou. Hou me vast, leg mijn hoofd neer op je schouder. Hou me vast, streel me zachtjes door mijn haar. Hou me vast, soms wordt het allemaal eventjes te veel. Maar bij jou zijn is dan alles wat ik wil. Vraag me niets, zeg me niets, sla je armen om me heen. Praat niet met me, hou me stevig vast. Woorden schieten toch tekort. Als ik mijn hart bij jou uitstort, praat niet met me, hou me stevig vast. Hou me vast, leg mijn hoofd neer op je schouder. En hou me vast, streel me zachtjes door mijn haar. En hou me vast, soms wordt het allemaal eventjes te veel. Maar bij jou zijn is dan alles wat ik wil. Heel mooi. Heel goed. Oh, heel goed. Ze vond het mooi. Ja, ik kan er niet klaar. Heel hard lachen. Geweldig. Ja. Vond je het leuk? Ja. Ja, ja, hè. Vond je het mooi? Ja. Wie mag mooi? Wat vond je ervan? Heel mooi. Ja? Ja. Liedje komt je bekend voor natuurlijk, hè? Ja, ja. Ja, bij allemaal trouwens natuurlijk. Ja. Dat was Sanne Klein-Horsman van The Voice of Holland uit Goor. Dus ik zeg Sanne, top gedaan. Hé, mij rest eigenlijk niks anders dan je heel veel geluk te wensen. Met de kleine, met het werk uiteraard ook. En zorg dat je die paar uur erbij krijgt. Hè? Dat zou heel mooi zijn, ja. Nou, jou en Jesslyn heel veel plezier gewenst. Ook met een lekkere massagebon nog, hè? Ja. En dat snoepen, dat komt ook wel goed, heb ik in de gaten. Dat denk ik ook wel, ja. Helemaal top. Mieke, jij hartstikke bedankt voor het opgeven van je dochter. Ja, graag gedaan. Wij vonden het heel leuk. Nou, jij gelukkig ook. Ja. Hè? Fijn. Mensen, dat was het weer voor deze maand. Wij zeggen tot de volgende keer en bent er weer bij, zou ik zeggen. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Albert Heijn Brandenberg, Mitra Arjan Voortman, Rix Bloemenshop, allen uit Goor,
en Masanda Wellness uit Delden. De Stichting Gol organiseerde voor de 10e keer samen met FC Twente de jaarlijkse voetbalwedstrijd tussen de spelers van FC Twente en de verstandelijk gehandicapten van de Twentse zorgcentra. Maar we kwamen daar ook nog een Gorenaar tegen. Kijkt u mee. We zijn er 10 jaar geleden mee begonnen. Paul Schabbink van RTV Oost, jullie vast allemaal bekend. En ik, we zien elkaar nog wel eens in het Goorse leven. Nou, en daar is een beetje het idee ontstaan 10 jaar geleden. En uiteindelijk is dat uitgelopen tot een prachtig volwaardig toernooi. Dus dat gaat hartstikke goed. Met een feestelijke opening werd bij het Lustrum stilgestaan. De Twente-spelers speelden in een toernooitje van 9-9 spelers, waarin zij de rol van trainer, coach of speler vervulde. Al die kinderen die vinden het helemaal geweldig, dus hey, alles goed? Hey joh! Ja. Iedereen die knuffelde en... Zal ik even knuffelen met je? Ja. Nee, het is echt heel leuk met al die mensen, dus ze vinden het helemaal geweldig, dus daar word je zelf ook vrolijk van. Ja. De ontmoeting tussen de profvoetballers en de gehandicapte groep is elk jaar weer een feest van herkenning. Voor een aantal spelers die erbij zijn, die het al een paar jaar kennen, is het een feest van herkenning. Wordt ook gelijk geknuffeld. Nou, je merkt ook aan een aantal Twente-spelers die moeten daar heel erg aan wennen, omdat het ook soms nog een beetje een taalbarrière is. Maar uiteindelijk is het natuurlijk gewoon dat die teams, want de FC Twente-spelers zijn hoe dan ook verantwoordelijk voor hun team met gehandicapten. Dus ze moeten de zaak bij elkaar houden. En dat betekent dus toch dat het echt één teamtje moet gaan worden in een anderhalf, twee uurtjes. En je ziet altijd dat het gewoon goed lukt. Het is fantastisch om te zien. Bij de Regge is veel gebeurd de afgelopen tijd. Er is veel gegraven en verbouwd. U kunt gaan kijken hoe de Regge er nu bij ligt. We'll be right back.
en tot zover deze uitzending van de Hofstreek Omroep. Mocht u deze uitzending of de andere uitzendingen terug willen kijken, dan kan dat via onze eigen website of via ons YouTube-kanaal. Morgenavond om 7 uur wordt deze uitzending herhaald. En speciaal voor mijn moeder en voor alle andere moeders die kijken, wens ik jullie een ongelooflijk fijne moederdag toe. Bedankt voor het kijken. Dag!